In een vorige video heb ik HomeWizard al eventjes aan bod laten komen. En in deze video ga ik het systeem zoals ik het ga gebruiken eventjes uit de doeken doen. Ik heb hier de producten liggen die ik van HomeWizard heb gekocht. Te weten de P1 meter, de 3 fase meter waarmee ik los mijn zonnepanelen kan meten. En de stekkers die gebruikt kunnen worden om apparaten of groepen die eraan vastzitten te meten en of slim te kunnen schakelen. Daarbij is het nog wel even handig om te laten zien. Je hebt deze in een 16 ampère variant en je hebt ze in een variant 5 ampère voor maximaal 1100 watt. Deze zijn ietsjes goedkoper in aanschaf, maar kunnen dus minder vermogen herbergen. Dan even de producten zelf. Hier hebben we de P1 meter met het RJ stekkertje wat in de slimme meter geklikt kan worden. Mocht je een nieuwe slimme meter hebben, dus SMR versie 5.0, dan zal die gewoon de voeding krijgen vanuit de slimme meter. Heb je nou een oudere slimme meter, dan kun je met een micro-USB aansluiting hier een USB-blokje aanhangen om het apparaatje van voeding te voorzien. Hij werkt verder op wifi, specifiek 2,4 GHz. Dus mocht je thuis een 5,8 GHz netwerk hebben, wifi, daar werken deze niet mee. Dus zorg dat dat op 2,4 ook beschikbaar is. Die koppel je heel simpel via de app. Via die weg worden ook de gegevens van de wifi doorgegeven. En als ze eenmaal gekoppeld is, wordt hier de ring groen. En op dat moment zal doorlopend constant het actuele verbruik vanuit de slimme meter, zowel gas als stroom, worden doorgegeven naar HomeWizard. Vervolgens kun je met de app zowel de grafieken op dagbasis zien als real-time de gegevens inzien zoals ze op dit moment voorbij komen op de meter. En dat kan heel handig zijn als je elders in het huis aan het werken bent en die gegevens inzichtelijk wilt hebben. Dan hebben we hier de stekkers, de doorvoerstekkers, stevig gemaakt. Aan de zijkant een knopje om hem te kunnen schakelen. Hij wordt natuurlijk ook wifi gekoppeld, dus je kunt hem ook via de app schakelen. Je kunt hem een naampje geven, je kunt er ook slimme programma's aanhangen. Dit is de 16 ampère variant en dat kun je zien doordat hier niks op staat. Oh, dan moet ik hem niet laten vallen. En hier staat het wel op 1100 watt. Deze die ziet er exact hetzelfde uit, ook met zo'n knopje aan de zijkant. Alleen deze is dus geschikt voor 5 ampère. En dan tot slot hebben we hier de 3 fase meter van Eastern in dit geval. Deze meters, ze hebben hem ook in een 1 fase uitvoering, maar ik heb hem in een 3 fase uitvoering nodig. Ga ik gebruiken om mijn zonneopbrengst in kaart te brengen. Dit apparaat ook wifi gekoppeld, zal die gegevens ook met HomeWizard communiceren. En dan heb je dus de opbrengst van je zonnepanelen, wat er door de meter heen gaat en het verschil tussen die twee is wat de eigen woning op dat moment daadwerkelijk verbruikt. En dat kan hele interessante informatie zijn, zowel voor optimalisatie van eigen zonneopwek, dus direct gebruik in de eigen woning, als voor het TZT inspekken van een slimme, van een thuisaccu. Wat verder nog interessant is, het is een verlicht display. Het is een mooi apparaat. Ook deze werkt op 2,4 GHz wifi gekoppeld. En ook deze kan met de app heel makkelijk gekoppeld worden. En worden de gegevens doorlopend uitgelezen. Ik heb ter voorbereiding al eventjes wat kabeltjes op maat gemaakt. Ik kon bij de lokale doe-het-zelf handel kiezen tussen kabeltjes die al de juiste kleur waren voor 3 fasen. En 2,5 kwadraat millimeter dik waren. Of ik kon kiezen voor 4 kwadraat millimeter, maar dan in de verkeerde kleur. Alzin, ze hadden alleen maar blauw en bruin. Ik heb dus deze twee eventjes met isolatietape omwikkeld, zodat het toch duidelijk is dat dit de 3 verschillende fases zijn, plus de 0. Ik gebruik 4, dus een dikkere aderdikte, bij voorkeur in de meterkast, zodat je nooit belemmeringen hebt in de kabel, dat je misschien per ongeluk een te dunne aderdikte hebt gekozen. Dus in dit geval ga ik gebruik maken van 4. Nou, om het eventjes heel concreet te maken, dit is mijn slimme meter. Je ziet hier DSMR 4.0, dus hier hebben we een externe voeding nodig. In mijn geval zit de aansluiting voor de P1-poort hier onder dit klepje. We pakken de meter en we klikken hem er gewoon op deze manier in. Mocht je dus een DSMR 5.0 hebben, dan zal deze al meteen van spanning worden voorzien. Maar je ziet, het ringetje brandt niet. Dus ik zal hem eerst eventjes moeten koppelen met een USB-lader. Ik heb er eventjes een USB-kabeltje aangekoppeld en zoals je nu ziet brandt de groene ring en worden dus nu doorlopend vanuit de slimme meter de gegevens doorgegeven aan het HomeWizard platform. Nou is het afhankelijk van de meter hoe vaak dat gebeurt. In mijn geval, ik heb een DSMR 4.0 meter, dat is dan al wat oudere standaard, gebeurt het 1 keer per 5 seconden voor de stroom. En ik meen 1 keer per kwartier, half uur, heel uur voor het gas.
Zoiets is het. Maar mocht je nou een DSMR 5.0 meter hebben, dan wordt echt elke seconde het huidige actuele stroomverbruik doorgegeven via de P1-poort en dus ook aan HomeWizard. Dus de vraag hoe snel wordt is die interval, dat is dus geheel afhankelijk van het type meter en met name hoe oud die is. Dan nog eventjes kort over de prijs van de producten. De P1-meter die kost €30. De doorvoerstekker, de schakelbare slimme doorvoerstekker van 5 ampère kost €24 per stuk. En die van 16 ampère die kost €34 per stuk. Maar als je deze in een veelvoud van 3 bestelt, dan zijn ze €30 per stuk. De meter, de driefase meter, die is wel een stuk duurder. Die kost €130. Dat zijn nou eenmaal dure componenten. De enkelfase uitvoering is €60. Ik noem deze prijzen even voor het goede beeld. En de achterliggende reden dat ik dit allemaal zo precies weet is omdat ik het allemaal zelf heb gekocht. Ik word in deze video niet gesponsord door HomeWizard. Was het maar zo'n feest. Maar ik heb dit spul gekocht omdat ik er zelf ook een beeld bij heb. En dat zal ik in deze video wel even aan bod laten komen. Hoe dat ik met deze apparaten slim kan schakelen en daar dus ook uiteindelijk financieel voordeel mee ga behalen. Maar daar kom ik zo nog wel even op terug. Dit is de huidige automaat waar mijn zonnepanelen op zitten aangesloten. Hier de drie fases, de 0 en de drie fases. Deze zal ik dadelijk dus om moeten leggen om via de drie fasemeter te gaan, zodat de opbrengst van mijn zonnepanelen los gemeten kan worden. Om te beginnen met het installeren van de drie fase energiemeter heb ik de omvormer uitgeschakeld. Dus de knop naar 0 gezet, dan hoor je hem ook afklikken. En dan wordt er op dat moment geen spanning meer doorgegeven aan de netkant. Vervolgens heb ik hier de eerder gemaakte kabeltjes geplaatst vanuit de automaat richting de meter. Deze draden die hierboven zijn, dat zijn dus de draden die vanuit de omvormer komen die dadelijk hier onderin moeten. Maar dat heb ik nog niet gedaan. En dat is wel een belangrijke om even uit te leggen. Deze meter is namelijk MID of MID gecertificeerd. Dat wil zeggen dat deze heel nauwkeurig is en voldoet aan de eisen die tot op zekere hoogte gelden. In dit geval mag hij nog niet gebruikt worden voor facturering. Maar die dus ook gelden om een meter te gebruiken bijvoorbeeld in appartementen of in een appartementencomplex. Waarbij deze standen dusdanig nauwkeurig zijn dat eruit gefactureerd mag worden. Dan moet zo'n meter voldoen aan de MID-standaard. Dat voldoet deze. Dat houdt ook in dat de standen van deze meter niet terug op 0 gezet kunnen worden. En dat is een dingetje. Want als deze namelijk niet meer op 0 staat, mag je hem dus ook niet meer retourneren naar in dit geval HomeWizard, omdat die dan al in gebruik is genomen en dan accepteren ze hem niet meer als retour. Dus, wat heb ik nou gedaan? Ik heb dus deze kabels aangesloten, die zitten hier op in. Dus ik ga straks de stroom op dit apparaat zetten. Dan ga ik eerst kijken of ik hem gekoppeld krijg met de app, dat de wifi goed werkt, et cetera, et cetera. Pas als dat zo is, sluit ik deze kabels hier onderaan. Om maar te voorkomen dat in de tussentijd niet dat tellertje van 0 afgaat, want dan mag ik hem niet meer retourneren. Dus hou dat eventjes goed in gedachten. Nou, zoals hier al zo, de kenners die zullen het al gezien hebben, de Earthfold indicator is afgegaan. Dat komt, ik doe elke gelegenheid te baat om even op het testknopje te drukken, om te kijken of automaten nog werken. Dat kan ik sowieso iedereen aanraden. Doe dat één keer per jaar, druk even op de testknopjes, kijk of de knop nog omflipt. Mocht dat niet meer het geval zijn, dan is het een defecte automaat en moet die vervangen worden. Maar ja, daar kom je pas achter als je hem test. Dus ik heb dat eventjes gedaan, hem van de stroom afgehaald en eventjes met de knop getest. Dus ik ga hem zo meteen op spanning zetten en eventjes kijken of dat ik hem geconfigureerd krijg. Lukt dat, ga ik deze draden eventjes hieronder aansluiten en dan is het geheel werkend. Ik heb voor de zekerheid even, is goed om te vermelden, deze draden vooraf gaan nog even doorgemeten toen ze hier nog in de automaat zaten. Staat daar spanning op tegenover 0? Zo niet. En dat was het geval, er stond overal 0 volt op. Kan ik er veilig mee werken? Veiligheid voor alles. Het is even goed om te vermelden. Hier, de draden zijn aangesloten. Zoals je hier ziet, vermeld staan L1, L2, L3 en de 0. Mocht je nu, dat is dus eigenlijk, noemen ze dat een 3 fase 4 draden. Dus 3P, 4W komt er dan in het display te staan. Mocht je nou in België deze aan willen sluiten en je hebt in België niet 3x400 volt zoals dit, maar 3x230, dus dat is drie fases zonder 0, sluit dan de L2 fase aan op het 0 contact. Dus 2 moet naar 4 en aan deze kant geldt hetzelfde, dan moet 6 naar 8. En dan sluit je zo'n meter aan op een manier die overweg kan met 3x230 volt en dan zal hij dat ook als dusdanig herkennen.
Nou, zoals gezegd, ik ga deze meter gebruiken om mijn zonneopwek te meten, zodat ik precies zie wat er vanuit mijn omvormer wordt opgewekt. Maar je zou hem bijvoorbeeld ook kunnen gebruiken om een warmtepomp apart te meten, het opladen van een elektrische auto, dus het oplaadpunt daaraan te koppelen. Je zou hem zelfs meteen achter je hoofdschakelaar kunnen zetten van de centrale meterkast, zodat je de hele woning het verbruik in kunt zien. Maar ja, dat heeft eigenlijk weinig zin, want dat doen wij al met de P1-meter. Die kost me 3 tientjes. Dit dingetje kost 130 euro en de enkelfasige uitvoering kost 60 euro. Dus dat is altijd duurder. Dus daar zul je hem denk ik in dit geval niet voor gebruiken. Ik ga hem even in gebruik nemen en eventjes kijken wat hij doet. Ik zou het bijna vergeten te vermelden, maar hoe plaats je nou zo'n automaat? Nou, aan de achterkant hier zit een zwart lipje. Hij kan in andere automaten ook wit zijn. Trek die naar beneden, schuif dan de automaat op de rail en dan naar onderen en schuif hem dan weer omhoog en dan zul je zien dat hij vast zit op de DIN-rail. De meter is nu aangesloten en actief. We zien hier gewoon doorlopend de teruglevergegevens verschijnen met het mintekentje ervoor, zodat je ook ziet dat er wordt teruggeleverd. En vervolgens kun je ook hier in het menu nog de import- en de exportgegevens kun je inzien. Dit wordt ook constant gecommuniceerd richting het Home Wizard platform. Dus het is ook real-time inzichtelijk in de app en ook natuurlijk op aggregatiebasis in de app op dagbasis. Dus dit is helemaal werkend. Eigenlijk als laatste tip zou ik nog mee willen geven de schroeven die hierin zitten. Gebruik altijd een goed passende schroevendraaier. In dit geval was dat Posidrive in mijn geval. En zorg dat de schroeven goed stevig zijn aangedraaid. Je wilt echt niet hebben, zeker niet wanneer hier wat hogere vermogens doorheen lopen, dat hier sprake is van slecht contact. Dus controleer de draden goed of ze vastzitten. Dan voorkom je daarmee problemen. De meter zelf verbruikte ongeveer 0,6 tot 0,8 watt als deze uitstaat. En als die aanstaat, is het iets meer dan 1 watt, 1,2, 1,3. In dit overzicht zien we eventjes wat je in de app in beeld krijgt. We beginnen hier bovenaan stroom totaal. Dat zijn eigenlijk de gegevens die vanuit de P1-meter komen. Dus dat is groen als je aan het terugleveren bent en paars als je aan het afnemen bent uit het net. Nou, is deze app in feite gratis te gebruiken? Ik heb de betaalde variant. Die kost 1 euro of iets van 99 cent per maand. En dan krijg je eigenlijk 3 dingen erbij. Ten eerste, je kunt deze grafieken met alle fases los inzichtelijk krijgen. Dus je ziet hier, ja, dat zie je misschien nu niet heel goed, maar je ziet 3 verschillende lijntjes. Dus ik krijg elke fase apart te zien. Bij de gratis app is het altijd gewoon 1 verbruikscijfer zonder dat de fases los inzichtelijk zijn. Die fases, dat kan handig zijn. Bij de gratis app kun je een jaar lang je gegevens opslaan. Dus ook de historie wordt een jaar lang bijgehouden. En bij de betaalde variant is dat oneindig. En je krijgt bij de automatisering, waar we straks eventjes naar gaan kijken, de slimmigheden die je daarmee kunt doen, krijg je 2 extra schakelmogelijkheden erbij. Maar daar kom ik nog wel even op terug. Nou, je ziet hier dus dat ik op dit moment 844 watt teruglever. Maar je ziet al meteen, en dan komt dat weer dat SMR 4.0 van mijn slimme meter om de hoek kijken. Hij geeft die waardes maar eens per 10 seconden door. En een moderne SMR 5 meter doet dat dus elke seconde, dus dan is dat nauwkeuriger. Ik heb het dus elke 10 seconden. Het ligt dus niet aan Home Wizard, het ligt aan mijn slimme meter. Nou, het gasverbruik is niet inzichtelijk in de actuele real-time weergave, om de hele simpele reden dat dat maar eens per uur wordt doorgegeven in mijn geval. Nou, hier zien we de zonnepanelen. Wat er dus nu real-time wordt opgewekt vanuit mijn zonnepanelen, dat zie je dus hier. Dat is dus met dat blokje wat in mijn meterkast zit. En het verschil tussen wat je meet bij de zonnepanelen en wat er vanuit de P1-meter komt, dat zie je hier dat in het grafietje stroomgebruik. Dat is dus echt het vermogen wat daadwerkelijk in de woning wordt verbruikt. Dat is het verschil tussen die 2 waardes van de zonnepanelen en van de P1-meter. Dat stroomgebruik kan heel interessant zijn om te gebruiken in de woning. Bijvoorbeeld, ik had ergens in huis de lamp aangezet en dan zie je dus meteen het verbruik op een bepaalde fase zie je toenemen. En dan weet je dus ook, deze schakelaar, deze lampgroep zit op die fase aangesloten. Kan handig zijn bij verbouwingen of wanneer je iets wilt veranderen of de verdeling in je meterkast beter wilt maken. Het is ook heel makkelijk om dit te zien. Als je wilt weten, ik zet nu een apparaat aan, wat verbruikt het? Nou, het is real-time inzichtelijk, dat is heel handig. Standby gebruik kom ik zo meteen nog even op terug. En hier zien we vervolgens alle knoppen.
Met de stekkerdoorvoers die we net hadden laten zien met dat groene lampje eromheen. Nou, je ziet hier het tv-meubel. Met dat schuifje kun je hem aan of uitzetten. En je ziet hier ook het daadwerkelijke verbruik. De keukenboiler, die zag je net al even vanuit naar aangaan. Uit zichzelf, dat deed ik niet. Dat deed hij zelf. Kom ik dadelijk nog even op terug. Maar zo kun je dus al die knoppen inzichtelijk krijgen. Mocht je nou apparaten hebben, bijvoorbeeld koelkasten of vriezers, waarbij je juist niet wilt dat die geschakeld kan worden met zo'n schuifknopje, dan kun je het schakelslot activeren. Dat is ook een schuifje, zit wat verder in het menu. En dan verdwijnt dat knopje. En dan kun je dus nooit per ongeluk je koelkast of je vriezer uitschakelen. Dat kan dan overigens ook niet meer met het knopje wat fysiek op het apparaatje zit. Als je daarop drukt, dan knippert het lampje een keer, maar hij doet verder niks. Hij zal niet schakelen. Verder zagen we net een groene ring om dat stopcontact in zitten, die oplicht wanneer hij aanstaat. Nou ja, dat kan heel handig zijn, maar het kan ook heel vervelend zijn wanneer je hem bijvoorbeeld constant aangebruikt. Bijvoorbeeld bij een vriezer of bij een koelkast, waarbij je alleen de meetgegevens wilt hebben. Dan kun je dus in het menu ook zeggen, ik wil het lampje minder fel instellen. Of ik wil hem zelfs helemaal uitzetten. Dat kun je dus ook gewoon configureren. Wat misschien nu wel leuk is, om eventjes hier terug omhoog te gaan en eventjes de dag erbij te pakken. Even de overzicht te krijgen. Want die gegevens die hij dus doorlopend meet worden ook weggeschreven. En je kunt die historie dus ook gewoon inzien. Nou, hier hebben we een concreet voorbeeld. De opbrengst of de kosten worden meteen getoond afhankelijk van de tarieven die je hebt ingesteld. Ik heb hier in dit grafiekje, wat ik al zei, ik heb de drie fasen aangezet. Dus dan zie je ook bepaalde pieken voorkomen, maar die zijn alleen maar op één fase. Hier op de paarse en daarnaast op de blauwe fase. Dus dat wil niet zeggen dat ik op dat moment stroom uit het net heb betrokken waar ik ook voor moet betalen. Want het kan best zijn dat ik op dat moment cumulatief nog steeds aan het terugleveren was. Zoals eerder gezegd, in Nederland gedragen slimme meters zich als sommeters. Dus eigenlijk hetzelfde als de oude draaischijfmeters. Wanneer jij op fase 1 2 kilowatt aan het terugleveren bent en op fase 2 neem je op dat moment 2 kilowatt af, staat de meter gewoon op 0. Word je niet voor belast. Dat is afgesproken met de netbeheerders. Mocht je dit trouwens, als je een thuisaccu aan het inspekken bent, mocht je dat vervelend vinden, want je wilt dan dus eigenlijk heel goed die pieken inzichtelijk krijgen, dan kun je ook met de schuifje die drie fasen weer uitzetten en dan krijg je het weer gewoon cumulatief als één geheel. Gasverbruik hieronder is ook aangegeven. Hij wordt op uuraggregatiebasis gedaan. In het geval van een SMR 4.0 meter. Staat hier dus op die manier ook vermeld. Zonnepanelen wat die daadwerkelijk hebben opgewekt. Hier zie je ook karteltjes in voorkomen. Maar in zo'n P1 grafiek kan een karteltje zijn dat er ergens een wolk voor de zon is gekomen. Of dat er een apparaat in de woning is aangeklikt. Dus dat heeft visueel hetzelfde effect. Maar omdat de zonnepanelen in dit geval met die drie fase meter in de meterkast los worden gemeten, weet je dus zeker dat de pieken en dalen die je hier ziet echt weer gerelateerd zijn. Nou, hier hebben we het stroomgebruik van de woning zelf. En hier zien we dus ook die pieken weer voorkomen. In ons geval is dat vanwege het koken. En hier zie je ook meteen hoe hoog ze zijn. Je ziet de doorlopende verbruik. Dit zijn hele handige gegevens om inzichtelijk te hebben wanneer je gaat kijken naar een thuisaccu. Want dan zijn die de hoeveelheid vraag naar vermogen, hoeveel vermogen er doorlopend wordt gevraagd. Dat zijn hele handige metrics om te hebben bij het bepalen van het formaat van de thuisaccu. Nou, het standby gebruik, daar ben ik nog niet helemaal van overtuigd, of ik weet nog niet precies hoe dat hij dat berekent, dus daar kom ik nog eventjes een andere keer op terug. En hier zien we van alle schakelaars ook doorlopend wat het heeft gebruikt gedurende een dag. Een dag naar keuze, dat kun je hier onderin stellen. Hier zie je bijvoorbeeld mijn keukenboiler, dus die is aangeklikt. Ik heb die ook meteen op 85 graden gezet, dus dat er zoveel mogelijk zonneopwek in die boiler komt te zitten. Je zou zeggen, dat maakt toch niet uit of dat het nou 60 graden of 85 graden is. Het boilertje is en blijft 10 liter. Maar als jij de kraan openzet en jij wilt daar 40 graden water uit hebben, dan heb jij met een boiler vol 85 graden water, en dan wordt koud water bijgemengd om 40 graden water te krijgen, heb jij natuurlijk veel meer, quote-quote, warm water van 40 graden dan wanneer jij een boiler op 60 graden hebt staan. Dus je vergroot daar virtueel de hoeveelheid warm water mee in de keuken en je maakt maximaal gebruik van je eigen opwek. Over die keukenboiler kom ik dadelijk nog eventjes terug. Dan hier de vaatwasser. Maar vooral de koelkasten hier zijn interessant. Je kunt precies zien wanneer ze hebben aangeklikt. Bij de ene koelkast is het na elk uur en 10 minuten of elk uur en een kwartier. En de andere is elke anderhalf uur. En je kunt ook precies zien hoeveel kilowattuur ze hebben gebruikt in een tijdseenheid van 24 uur. Mocht je dit platform langer gebruiken, kun je het zelfs tegen seizoenen afzetten. Hè? Als jouw koelkast in een onverwarmde ruimte staat, dan heeft die in de winter natuurlijk veel minder vermogen nodig om te koelen dan in de zomer. Dus dan zul je daar ook een verschil in zien. En dat is een hele interessante gegevens om inzichtelijk te krijgen. En je kunt op die manier ook bepalen,
heeft het zin om deze koelkast nu te vervangen, want het is al een hele oude. En als ik dat doe, wat win ik er dan mee financieel qua stroom? Dat kan een afweging zijn. Zoals ik net had gezegd, kun je taken toevoegen aan die slimme stekkers. En die hebben we eigenlijk in drie verschillende vormen. De timertaak, de zonnetaak en de meettaak. Die bovenste is sowieso gratis te gebruiken. Voor die onderste twee moet je dus een betaald account hebben. Ik zal beginnen met de timertaak. Nou, je kunt, dat is eigenlijk wat de naam al zegt. Je kunt hem op een bepaalde tijd laten aangaan en op een bepaalde tijd laten uitgaan op een dag naar keuze. Nou is dit natuurlijk niks bijzonders. Dat kan elke doorvoerstekker met een klokje erin. Dat is niks aparts. Maar je kunt hier veel meer mee. Je kunt ook bijvoorbeeld schakelen op zonsopgang en zonsondergang. Kijk, dat is heel interessant wanneer je zonnepanelen hebt. Want sommige apparaten wil je alleen maar in gebruik hebben wanneer er dus licht is buiten. Want dan gaat het meteen van je zonnepanelen het apparaat in. En heb je maximaal gebruik van je eigen zonneopwek. Want dat is altijd belastingvrij. Want het gaat simpelweg niet door de stroommeter heen. En dan kun je bij zonsopgang, je kunt zeggen zonsopgang, dat is natuurlijk een tijdstip dat verschuift gedurende het jaar. Elke dag is dat een net iets ander tijdstip. Dit slimme apparaat weet welke datum het is, dus hij weet ook wanneer dat er geschakeld moet worden. Nou, je kunt zeggen zonsopgang of zonsondergang, maar je kunt ook zeggen ietsjes daarna of ietsjes ervoor. Dus dat is heel makkelijk in te stellen. Stel je voor je zegt ik wil wel op zonsopgang schakelen, maar het apparaat heeft best veel vermogen nodig. Dus ik wil het zeker 2 uur daarna. Nou, dan zet je hem gewoon 2 uur na zonsopgang en dan klikt hij open. Dus dat is eigenlijk de timertaak. Je kunt ook een specifieke tijd instellen, net wat je wilt. Nou, de dagen die kun je aan en uitzetten, net wat je wilt. Dus dit is eigenlijk de timertaak, is vrij simpel te gebruiken. Dan de zonnetaak. Dat is wel een gave, vind ik zelf. Je kunt dan bijvoorbeeld zeggen van ik heb een apparaat, bijvoorbeeld de keukenboiler. En die wil ik pas laten verwarmen op het moment dat ik overschot heb van mijn zonneopwek. Dus wat mijn zonnepanelen opwekken minus wat ik in huis nodig heb, gaat er dus terug naar het net. En als dat boven een bepaalde waarde komt, wil ik dat dit apparaat open gaat. Nou, stel je voor, jij hebt een boiler. Een hot fill boiler die bijvoorbeeld 500 watt is. Nou, dan stel jij hierin 500 watt. Dus wanneer een apparaat 500 watt vermogen nodig heeft en er is 500 watt zonneopwek over, dus je bent terug aan het leveren naar het net, dan klikt de knop om, dus dan klikt het schakelaartje in die stekker klikt open, dan zal het apparaat dus van stroom worden voorzien, in dit geval dus de keukenboiler, en die zal gaan verwarmen. Dus je gaat meteen je eigen zonneopwek in de woning toepassen. Dan kun je hier de minimale aantijd instellen, die staat hier nou op 5 minuten, dat wil zeggen wanneer die knop eenmaal is ingeschakeld, dan zal die open blijven staan minstens voor 5 minuten in dit geval. Of 10 minuten of net wat je instelt. Het idee is tweeledig. Enerzijds de relais die in die slimme stekker zit, die zal natuurlijk gaan slijten op het moment dat er heel vaak doorlopend geschakeld wordt. Zeker bij de wat hogere vermogens. Het geschakelde apparaat zou je er misschien niet goed tegen kunnen. In dit geval is het een boiler. Dat zal wel loslopen. Maar stel dat er bijvoorbeeld iets met een motor is, dan dat kan daar onder te lijden hebben. En wat ook meespeelt is de berekening wanneer dat er aan deze voorwaarden wordt voldaan, wordt gedaan aan de kant van Home Wizard, althans zoals ik het begrijp. Dus zij moeten een berekening doen van dit voldoet nu, deze conditie is nu waar. Er moet nu een signaal naar die stekker worden gestuurd om open te klikken of om dicht te klikken. Daar zit ook een beetje vertraging tussen. Dus vandaar dat hier de minimale tijd altijd 5 minuten is. Maar op die manier kun je dus heel mooi boilers voor in de keuken of een grote doucheboiler op zolder of een elektrische fiets die aan de oplader hangt of net wat, kun je hiermee heel makkelijk openschakelen. En dan heb je dus meteen gebruik van je eigen zonneopwek belastingvrij. Ook als de salderingsregeling eraf gaat, dus dan is dat heel handig zoiets. En dan tot slot hebben we de meettaak, die is ook heel gaaf. Dat is, je kunt bijvoorbeeld zeggen van, goh, ik heb mijn elektrische fiets aan de oplader hangen. Nou, die trekt zoveel watt. Maar als die batterij vol zit, dan zie ik dat het vermogen van die oplader wegzakt naar bijvoorbeeld 20 watt. Nou, dan kun je bijvoorbeeld hier instellen dat daalt onder in dat geval. Want je stijgt boven kan, maar daalt onder kan ook. Nou, dan zetten we hem bijvoorbeeld op 25 watt. En dan zetten we hier de tijd bijvoorbeeld op 15 minuten. Wanneer dus die oplader van die elektrische fiets een vermogen trekt wat onder de 25 watt valt, en dat doet hij voor minstens een kwartier, dan moet hij uitschakelen. Ja, ik heb hier een koelkast gebruikt, want ik heb eventjes een meettaak gewoon willekeurig aangepakt. Maar hier zal dan in jouw geval elektrische fiets komen staan, want dat is het naampje wat je eraan gegeven hebt en het logootje.
Het icoontje kun je namelijk ook kiezen. Dan zal die uitschakelen. Dus dat is gewoon puur op meetbasis. Dus je kunt stijgt boven of daalt onder. Dat kun je hier op deze manier instellen. Of je maakt er zelfs gewoon een tijd van. Maar het gave is, wat hier ook nog staat, is wanneer gebruik. Je kunt hier ook een compleet ander apparaat aanhangen. Dus je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen, wanneer het vermogen wat de vaatwasser vraagt daalt onder zoveel watt. Dus als de wasmachine klaar is, moet bijvoorbeeld een heel ander apparaat aangaan. Bijvoorbeeld het koffiezetapparaat. Want dan heb ik schone morgen en dan wil ik koffie hebben. Ik noem maar even een debiel voorbeeld. Maar je kunt dus verschillende stekkers en wat die meten en hoe dat die schakelen, kun je als voorwaarde laten dienen, als conditie laten dienen voor een schakelprogramma van een hele andere stekker. Dus je kunt hier dingetjes aan elkaar daisy chainen. Je kunt dit echt zo gek maken als je zelf wilt. En ook zo complex maken als je zelf wilt. Maar dat is wel heel gaaf. Dus dit zijn eigenlijk de verschillende meettaken die er zijn. En hier wil ik het bij deze video graag bij laten. Anders wordt die veel te lang. En ik heb nu denk ik wel een mooi overzicht gegeven van wat je hiermee kunt doen. En wat het nut ervan is. Dus door te optimaliseren op je eigen opwek kun je daar hiermee iets mee doen. Het is een heel mooi platform. Er zijn wat dingetjes in het platform wat ik nog mis. Zoals gezegd, die snelheid bij het schakelen bij je zonneopwek. Want stel je voor, die boiler die staat te verwarmen in de keuken. En de zon, er komt een wolk voor de zon. Dan wil je eigenlijk dat hij zo snel mogelijk afschakelt. Daar zit toch wel een kleine vertraging tussen. Je kunt nog niet schakelen op kosten van je stroom uit het net. Dus je zou eigenlijk idealiter hier ook een taak bij willen hebben. Waarbij je gewoon kunt aangeven, ik heb een contract bij deze leverancier. Bijvoorbeeld een leverancier met dynamische contracten. En ik wil op basis daarvan dingetjes open en dicht zetten. Dat technisch gezien moet dat geen enkel beletsel zijn. Maar ze moeten die data vanuit die aanbieders natuurlijk wel binnen kunnen trekken. Om dat hier in zo'n app te kunnen aanbieden. Ik vermoed dat ik niks nieuws zeg. Dat zullen die mannen van Home Wizard ook al in hun gedachten hebben. Maar dat zou een hele mooie toevoeging zijn. En dan zal ik hier helemaal als laatste nog eventjes laten zien wat ik zelf tot nog toe bedacht heb in de paar dagen dat ik het systeem heb. Nou, bijvoorbeeld mijn keukenboiler. Wanneer er 3000 watt teruglevering is vanuit mijn zonnepanelen, dan klikt die open. Ik heb iets meer genomen dan de 2 kilowatt die de boiler daadwerkelijk is. Om te voorkomen dat die in de ochtend open gaat, 5 minuten open blijft staan en 2 kilowatt trekt. Terwijl toch nog het zonlicht niet helemaal lekker doorkomt met bewolking en zo. Heb ik het iets hoger gezet, dus dan zit je wat verder op de dag. Dan heb je dat probleem niet. Maar ja, het zal gedurende het jaar, richting het einde van het jaar, als de donkere dagen komen, best voor kunnen komen dat er op geen enkel moment van de dag aan deze conditie wordt voldaan. Simpelweg omdat er minder zonne-energie beschikbaar is vanuit mijn dak. Maar ja, je wilt wel warm water hebben in de keuken. Dus heb ik er nog een tweede taak onder staan, dat er elke dag sowieso om 3 uur dat die aan moet gaan en om 4 uur dat die af moet klikken, ongeacht hoe of wat. Nou, is gedurende de dag er voldoende zonne-energie geweest, dan is die boiler al op temperatuur. Dan klikt je om 3 uur wel open. Maar wordt er vanuit de boiler geen vermogen gevraagd, want de boiler is op temperatuur. Mocht dat dus niet het geval zijn, dan zal die taak ervoor zorgen dat de boiler alsnog netjes wordt opgewarmd. En dan hieronder, dat is ook wel een leuke, het tv-meubel. Wanneer je de televisie uitstelt en hij staat stand-by, dan daalt het vermogen van het tv-meubel. Dus dat is weer zo'n meettaak. En ik heb ingesteld, wanneer het tv-meubel dus qua vermogen daalt onder de 20 watt, en dat doet hij voor 60 minuten achtereen, dan mag die schakelaar afklikken en dan gaat gewoon dat hele meubel gaat automatisch uit. Daarvoor kom je sluipverbruik mee. Je moet nagaan, zo'n ontvangertje voor de digitale tv, hè, die je tegenwoordig in elk huis wel hebt staan, verbruikt makkelijk 5, 6, 7 watt. Doorlopend. En als je bij Ziggo zit, die oude, dat weet ik nog van vroeger, die waren zelfs nog wat meer vermogen aan het trekken. Wanneer je dat dus slim kunt schakelen, kun je daar bijzonder veel stroom mee in de zak houden. Dus dat zijn ook van die schakeldingetjes. En dit zijn gewoon eventjes wat simpele dingen die ik in de gauwigheid heb bedacht. Ik ga vast nog andere dingetjes bedenken, want er kan meer dan genoeg met dit platform. Maar dit is even om een voorbeeld te geven wat ik heb gebouwd. Nou hou ik echt op met de video. Dank voor het kijken. Ik hoop dat ik een mooi beeld heb gegeven van wat je hiermee kunt. En mocht je nou zelf tips en tricks hebben of zelf ideetjes hebben gebouwd op dit platform, of vragen of opmerkingen hebben, laat het zeker onder deze video eventjes weten. Dank jullie wel.